Met, trainingsvisie. Um, was uh, Ajax nou zo slecht of uh, Feyenoord zo goed? Uh, werd net uh, de vraag gesteld aan Jan Boskamp. Nou, die zou bijna die uh, verslaggever uh, st een stoot verkopen, maar wat dacht jij ervan? Nou ja, ik vond uh, Ajax uh, erg sterk starten natuurlijk. Maar ja, wat daar gebeurde, had hier zaterdag ook kunnen gebeuren. Feyenoord maakte 1-1 en het leek dan zo'n soort... Uh, ja paardenmiddel in één keer op Feyenoord over te slaan en het vertrouwen was er en in één keer lukte wel alles dus uh, dat hadden wij zaterdag hier ook kunnen kunnen hebben. Ja, precies was uh, DVS nou zo goed of uh, Quick Boys zo slecht? Ja wij waren zo goed. En uh, we hebben Quick Boys uh, in een situatie gebracht uh, die ze niet prettig vonden. En uh, dus we hebben gebruik gemaakt van, uh, van hun ja, mindere punten als team. En, uh, en daarnaast is de uitvoering van ons gewoon, uh, nou, zeker in de eerste helft, bijna tot in de perfectie. De tweede helft, uh, hè, moeten we ook kritisch zijn, uh, benaderen we die perfectie niet. Maar ja, toen, toen hadden we al zoveel energie in het duel gestopt dat, uh, dat dat niet meer te benaderen viel. Dat was al een hele sfeervolle zaterdag, ja, ik moet zeggen, Jan, natuurlijk de indrukwekkende minuut stilte. Eerst uh, voor Jimmy. Heel respectvol van alle kanten. En uh, ja, vanaf het fluitsignaal van de scheidsrechter voelde je ook langs de kant dat, uh, dat dit uh, duel er toe deed. En uh, mede ook natuurlijk door de aanhang van Quickboys erbij. Dat geeft altijd een mooi mooie sfeertje. Ja, en het, in het veld merkte hij ook dat de jongens begrepen waar het om ging. En uh, dat sloeg ook over uh, gelukkig op ons uh, publiek. En uh, ja, ik heb uh, zelf als trainer ook enorm zitten genieten. En uh, nou, dat zegt natuurlijk ook wel wat. Als je nou met deze tactiek, da, daar dacht ik even aan. Hè. Het is Natuurlijk, die wedstrijden zijn allemaal al gespeeld tegen, jo, tegen jong FC Groningen. Uh, wist je gewoon, ja, dat was natuurlijk een, een goed team uh, uitgebalanceerd. Uh, de jongens van de A-selectie uh, erbij. Als je dan met deze tactiek uh, jong FC Groningen uh, was tegemoet getreden, was dat dan anders gaan lopen? Of nee, nee, nee. Want wij werden tegen FC Groningen ook achterover gedrukt. En we kwamen ook zo. Uh, alleen de bereidheid uh, was nu. Uh, meer aanwezig vond ik en we stonden ook beter in de linies en uh, ja we hebben natuurlijk, kijk in die wedstrijd speelden we ook met Barry uh, voorop, ja die kan natuurlijk niet de sprintstrekken. die Roemeyon en uh, Pilon uh, kunnen bewerkstelligen dus uh, dat was toen de situatie en uh, op gras uh, extra bal aanname dus we konden veel minder goed vooruit spelen en uh, ik denk dat dit het juiste moment was om zo te spelen en uh, we hebben vroeger wel eens gesproken, vroeger een geleden over het aanpassen op een tegenstander hè. en uh, maar ik vind een aanpas op een tegenstander als je daar positief uh, Elementen uit kan halen, moet je dat vooral doen. En dat hebben we nu ook toegepast. Dat heb je zeker toegepast. En het publiek reageerde er ook prachtig op. Hè? Ja, was, was fantastisch. En uh, ik ben ook wel eens kritisch geweest op ons publiek. Maar nu tijdens de wedstrijd gingen ze erachter staan. Na de wedstrijd stond iedereen nog uh, op de banken, zou ik bijna zeggen, om, om de jongens een mooie uh, applaus te geven. Ja, en uiteindelijk in de kantine was het natuurlijk helemaal uh, ja, bijzonder wat daar allemaal gebeurde. DVS is één familie. Dat is zaterdag wel heel erg duidelijk geworden. Dat is inderdaad heel erg duidelijk geworden. Dat was echt uh, super uh, genieten. Um, maar het gat met uh, Noordwijk uh, is niet kleiner geworden, helaas, uh, Bert. Nee, dat, uh, dat is waar. En uh, daar zullen we hard aan moeten werken om dat uh, toch wel te gaan bewerkstelligen. komende zaterdag uh, volgens mij Noordwijk-Stedoko. Stedoko in topvorm. Uh, wij, uh, wij moeten ons werk doen tegen de dijk. Ja, en dan is het die week erop uh, hier tegen Noordwijk. Uh, zorgen dat de competitie weer heel spannend gaat worden. Ja, de dijk speelt uh, dek, denk ik ook op kunstgras? Ja, die speelt op kunstgras. Ja. Hebben we ook een trekker? Dat zou ik niet weten, maar ik weet niet of die in Amsterdam beschikbaar is. Maar uh, misschien dat ze hem van ons kunnen lenen. Er zit wat sneeuw in de verwachting, uh, daarom zeg ik het. Ja, maar ik verwacht dat dat vrijdag allemaal weer weg is. Je hebt het afgelopen weekend ook gezien, dat het is uh, razendsnel gegaan. En, uh, de Dijk uh, steekt ook best wel in een goede vorm. Hè? Ondanks dat ze zaten verloren hebben. Dus ze zou ook graag willen, willen spelen. Wat zou het verschil zijn tussen de Dijk, uh, die we eerder hier ontmoeten, en nu? Uh, hun trainers. Een trainer sowieso. Die zijn heel rustig gebleven. Weet hoe we met jonge jongens om moeten gaan. Hebben er een team van gemaakt. Hebben het geloof overgebracht wat zij hebben in de groep. De groep is rustiger geworden. Maakt minder fouten. Het is veel meer in eenheid geworden. Die jongens kennen elkaar nu allemaal bij voornaam. Dat was in het begin van het seizoen nog niet eens zo. En dat is puur de verdienste van de trainingstaf. Vraagt dit nu weer een andere aanpak? andere manier van spelen tegen de dijk? Ja, links of rechts, van wat je ook bedenkt, uh, je mag het je niet permitteren om daar puntverlies te leiden. En uh, op basis van onze kwaliteit, ook individueel, moeten we daar het verschil al kunnen maken. Alleen, ja, laat ik zijn, ze hebben tegen Dovo gelijk gespeeld, Quick Boys, gewonnen van ASWH. Dus uh, je kan de dijk sterker maken. Uh, je kan daar niet de competitie winnen, maar wel verliezen. Het zaterdag nauwelijks wissels ook. Hè? Daar was ook weinig reden toe, denk ik. Hè? Ja, speciaal voor jou, dat uh, niet wisselen om het wisselen. Hè? Nee, ik merkte gewoon ook in de rust, heb ik ook gezegd, van uh, ja, je moet gewoon uh, meer zijn. Wil je deze 90 minuten niet willen spelen als speler? Dit, hier train je voor, hier doe je het voor. Dus als je, als je pijn hebt, hè, dan, dan is het emotie en emotie kun je uitschakelen, heb ik gezegd. Je gaat maar door totdat je omvalt en ik ga niet wisselen om het wisselen. Ik heb ook werkelijk geen, geen speler uh, matig zien spelen. Nee, ze trokken elkaar allemaal mee in dat niveau. En de overtuiging was natuurlijk enorm. En uh, ze zullen wel moe geweest zijn op een gegeven moment, maar ik kon het ook niet zien. En uh, ik vind ook dat ze allemaal een dikke voldoende hebben gescoord. Ja, zeker. En uh, nou, Dovo ook nog goed werk verricht daar uh, bij hoek. Uh, het uh, gaat uh, langzaam zeker weer spannend worden. Uh, Bert, verleden jaar uh, begonnen we aan een hele mooie serie uh, na de winterstop. Uh, is dat jouw uh, handelsmerk? Uh, ja, want uh, dat is altijd gebleken. Dat is ook bij andere clubs zo gebleken. En ik hoop dat de aanpak die we altijd een, binnen een jaar hanteren, ook op medisch gebied, conditioneel uh, gebied, ook dat uh, dat, dat uh, zijn vruchten af gaat werpen. Uh, nu hebben we voor de winst ook al een goede serie neergezet. We zitten er dichtbij. Dus uh, het is nu het moment gekomen om, om door te pakken. En uh, ja, waarom niet? Uh, de kopjes staan goed. Jongens geloven in datgene wat we doen. En uh, ja, het zweertje is heerlijk. Verwachtingsvol bed. Ja, klopt ons hart, hè, maar die hebben we al gehad. Ja, zo is dat. We gaan er weer voor. Bedankt.